Een van die patiëntendames die ook botox heeft laten inspuiten, is ondertussen erbij komen zitten. Dat is Jessica Roemans uit Laanaken. Goedemiddag, Jessica. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, jij bent ook naar Jeff getrokken, omdat jij wel wat complex had over je uiterlijk, over je lichaam. Ja, hè? Over mijn rimpeltjes dan. Iedereen die dacht dat ik ouder was, 30 en zo. Ja, en dat vond ik niet fijn. Nee. En als ik dan met mijn zusje wegging, dan dachten ze dat dat mijn dochter was. Ja. Ja, en toen voelde ik me heel slecht en minder waardig. En daarom heb ik mijn gezicht dan laten doen. Ja. En mijn buik heb ik ook laten doen. Mm-hmm. Een stuk vet uit laten pakken. Dat was eigenlijk door de zwangerschap. Dat heel los flubberde, zo'n flubberbuik. Ja, 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 ja. Maar je hebt heel je leven al zo wel met complexen rondgelopen. Dat je je niet goed voelde in je vel. En ja. Zo, we wat foto's van vroeger, dat je nog wat molliger was. Hè? Ah, ja. Hoe ervaarde je dat? Heel slecht, heel veel wenen. Ik voelde mij altijd ongelukkig. Mm-hmm. Want nu is dat beter. Hè? Ja, dankzij Jeff. Ja, veel beter. Ja. Ik voel me echt goed. Ja, want je bent naar Jeff gegaan en die heeft jou dan natuurlijk op zijn manier ontvangen. We kijken eens even. Ja, dat is redelijk typisch. Hè. Je ziet dat al die zwangerschapsstriemen hier. Dat is allemaal uitgerekt geweest. Die onderhuid is kapot getrokken. Ja. Dus wat wilt jij? Wilt jij dat nu? Ik zal het u zeggen wat de opties zijn. Hè. Dit buikje. Er zit natuurlijk een beetje vet. Maar als we alleen dat vet eronder uitzuigen, dan is dat wel wat platter. Als je dan een spannend blouse aan hebt, oké. Okay, maar dan wordt dat hier natuurlijk zo'n beetje gekend, een opgefrommelde broodzak, hè, als je niet oppast. Ja. Ja, als je dat dan strak wilt hebben, dan hebben we geen optie. Dan moeten we, afhankelijk van, als je een hele buik gedaan wilt hebben, dan moeten we natuurlijk alles losmaken tot tegen de ribben. Dat stuk wat hier onder zit, dat gooien we dan in de vuilbak. En dan trekken we de rest hier boven naar beneden. Dan naaien we hier in een grote snee aan één. En dan maken we een nieuw gaatje voor die navel. Dat is dan ook littekens gedaan rond. Ja. Ja, Jessica, wat denk je dan als hij daar zo in je buik staat te pitsen en te doen? Ja, niks. Ik ben al blij dat hij er iets aan kon doen. Dus. Ja, ja. Dat doe je wel. Je zegt wel hoe het erop staat. Hè? Geen complimenten. Hè? Dat is heel, heel belangrijk. Hè? Het ergste... Wat je kunt hebben is in de fantasiewereld leven. Dat geldt voor iedereen, maar dat geldt zeker voor mensen die in zichzelf laten snijden. Mm-hmm. Kijk, dan moet je in contact zijn met de realiteit. Dan moet je weten wat er gaat gebeuren, dan is het al erg genoeg. Ja. Maar een fantasie achteraf gaan rechttrekken, dat is de weg naar de hel. Hè. Ja, ja. Heb je er lang over nagedacht om het te doen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik zag hem op reclame. Dat de mensen een oproep deed aan mensen die dat wouden laten doen. En ik dacht onmiddellijk, ik ga me inschrijven. Ja. En direct kon ik komen. Ja, dus VTM heeft eigenlijk alles betaald voor jou dan? Of hoe moeten we het zien? Daar zeg ik liever niks over. Ah nee, dat mag je niet vertellen. Nee.